Goedenavond, welkom bij Opgelicht. Vanavond in deze uitzending het verhaal van een oplichtster die nergens voor terugdeinst en zelfs haar hoogbejaarde moeder slachtoffer laat worden van haar misselijkmakende praktijken. Nou, heb ik mijn AOW gegeven en nog wat. Ik bedoel, want ik wil die schuld niet hebben. Ja. Ik bedoel, wat is die rot mij toch in godsnaam mee bezig? Ik heb het niet meer. Straks meer. En ook komen we vanavond terecht in het Hoge Noorden, waar een man investeerders liet betalen om woonruimte voor studenten te realiseren. Maar waar is die woonruimte dan? Nou, waar zijn bijvoorbeeld de units gebleven? Pardon? De units, waar zijn die gebleven? Pardon, even moven, jong. Oh, pardon. Waar zijn de units gebleven? Moven. Ik vraag... Waar zijn de units gebleven? Maar nu eerst naar Amsterdam. Daar zet ze haar hele leven in om mensen voor zich te winnen. Ze misbruikt haar naam, de naam van haar familie en haar achtergrond. Mehdi Schellevis is een vrouw van 54 die al meer dan 20 jaar in en rond Amsterdam haar Joodse wortels, haar connecties bij Ajax en zelfs de loopbaan van haar overleden vader gebruikt om er zelf beter van te worden. Vanavond het verhaal van een vrouw die kan smoezen als de beste en daarmee haar hoogbejaarde moeder meetrekt in een rondreis van leugens en misère. Dit is de Amsterdamse Joodse Mehdi Schellevis. Ze ligt al tenminste 23 jaar mensen op. Het is 1985 wanneer ze in de Amsterdamse PC Hoofdstraat 50 à 60.000 gulden verdonkere maand. Dit is de start van haar beroepscarrière als charlatan. Mehdi Schellevis is dan werkzaam als financieel directeur in een kledingzaak van kennissen van haar ouders. In plaats van de leveranciers te betalen, stort zij het geld een jaar lang op eigen rekening. Mehdi verkeert graag in rijkere kringen. Ze schermt dan ook vaak met de namen van bekende en machtige mannen. Bram Moskowitz, dat was een relatievander. En daar mocht ze af en toe de safe van gebruiken. En toen op een gegeven moment komt ze een keer binnenlopen en ze zegt: ik heb verkering met Louis van Gaal. Natuurlijk helemaal niet waar. Denk je dat Bram Moskowitz met zo'n portret omgaat? Dat zou met Louis van Gaal een winkel gaan beginnen. Er is een waslijst van mensen en bedrijven die de dupe zijn geworden van haar geraffineerde en duistere praktijken. Tros Opgelicht duikt in het verleden van Mehdi en stuit op de 80-jarige mevrouw Janssen-Smit. Ze is een oude buurvrouw en vriendin van de ouders van Mehdi. Mevrouw Janssen heeft in 1954 Mehdi geboren zien worden en haar zien opgroeien. Zelfs die nauwe band heeft Mehdi er niet van weerhouden haar te bedriegen. Mijn man die was vroeger bondwerker, had een bondatelier. En de vader van Mehdi die was bondvertegenwoordiger. En zo hebben ze elkaar leren kennen. En toen op een gegeven moment toen was Mehdi er. Nou, we trokken af en toe met elkaar op. En in 1957 is onze oudste zoon geboren. En we gingen regelmatig met elkaar om. En ze vierden bij ons altijd Sinterklaas, omdat Mehdi alleen was. En er werd kerst gevierd met elkaar, omdat Mehdi alleen was. Ze was wel mooi. Het was een mooi meisje. Maar zo ontzettend verwend. Als ze zei, ik wil een pop, dan kreeg ze een pop. Ik wil een fiets, ze kreeg een fiets. Ze kreeg alles en alles. Alles. Nou, hier woonde de familie Schellevis. En als ik naar hun toe ging, dan... Tante Miek, kom je weer eventjes langs. Ja, dat... die verhouding was ook heel goed. En ik heb ook nooit iets van haar gehoord dat ze slecht was... of dat ze andere mensen bedonderde, helemaal niet. Mehdi ontwikkelt zich van een lief klein meisje tot een intelligente jonge dame. Ze schaatst als de beste en schopt het tot de Amsterdamse jeugdselectie. Op de middelbare school blijkt dat ze een talenknobbel heeft... en al haar vakantietripjes in het buitenland maken dat ze vloeiend Italiaans, Frans, Duits en Spaans spreekt. Dat komt haar goed van pas bij haar eerste baantje als verkoopster bij Koster Diamonds in Amsterdam. Mehdi voelt zich met haar Joodse achtergrond als een vis in het water in de diamantbusiness. Een oud collega herinnert zich Mehdi nog goed. Ja, Mehdi was een apart verhaal. Ze was al een beetje ordinair, laat ik het zo zeggen. Toen ze bij ons werkte, zat ze toen nog niet in de oplichterij, hoor. Maar ze was wel geraffineerd, vond ik altijd, voor zo'n jonge vrouw. Bij de hand, brutaal. Vond ik voor haar als jonge vrouw. Bij de hand, brutaal, that's it. En was u blij met haar als verkoopster? Ja, we waren toen in de tijd blij met haar, want ze kon goed verkopen.
Nou ja, dat blijkt wel als ze ook mensen kan oplichten, hè? In die tijd kan niemand vermoeden dat Mehdi zich zou ontwikkelen tot een doortrapte leugenares en oplichtster. Tot ze op een ochtend belde, en helemaal in tranen. En toen dacht ik dus dat haar moeder was overleden. Ik zeg, God, wat is er met je moeder? Nee, zegt ze, het is zo. Ik heb meteen geld nodig, want papa is pas overleden en dan kunnen we niet bij de rekeningen komen. En als we niet direct betalen, worden we het huis uitgezet. Heeft u binnen een week krijgt u terug, heeft u misschien 6.000 euro voor me? Toen zeg ik, dat heb ik niet, maar ik ben 2 dagen geleden naar de bank geweest en ik heb 2200 euro van de bank gehaald. Ik zeg, dat is het enige wat ik heb en als ik je daarmee kan helpen, graag. En heb ik haar zo die 2200 euro gegeven. Het elastiekje zat er nog om. Zo vers was het van de bank gehaald. Want ik zou met vakantie gaan. Binnen een week zou ze terugbetalen. Nou, toen was die week om en toen kreeg ik het niet. Ze zei, nou, je moet nog even wachten. Want ik had tegen haar gezegd, ik had briefjes van 50 namelijk gegeven aan haar. Ik zeg, ik wil wel weer 50jes terug hebben. Want 100jes kun je nergens kwijt. En toen belde ze me op en toen zegt ze, ja, zegt ze, ik heb alleen maar briefjes van 100. Ze zegt, maar ik ga ze even wisselen en dan breng ik ze je. Nou, toen belde ze weer op, zegt ze, niet een bank, wil ze wisselen. Nou, en zo heeft ze iedere keer smoesjes bedacht. Dus, nou, toen kon ik niet met vakantie. Gideon Schrijver is ook een goede vriend uit de jeugd van Mehdi. De dan 15-jarige Mehdi komt in zijn leven als hij een jochie van 3 is. Mehdi en Gideon hebben 1 gezamenlijke passie en dat is Ajax. Toch is ook Gideon door haar in de maling genomen. Dit is de straat waar ik mijn krantenwijk liep. Deze straat aan de andere kant en deze straat daarbij. Ja, Mehdi woonde dus hier verderop. En omdat ik haar dus die krant gaf, betaalde Mehdi me daar ook geregeld voor. 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 maanden stopte ze me af en toe wat geld in mijn zak. En hier liet ik dus ook haar hond toen altijd uit. En Mehdi kwam ook geregeld natuurlijk inderdaad ook bij mijn ouders thuis. Je voelt je besodemieterd. En vertrouwen is enorm beschaamd en geschaad. En ook ja, omdat ik probeer toch altijd wel zoveel mogelijk alle dingen eerlijk te doen zoals ik dat hoor te doen. En dat heeft zij natuurlijk niet gedaan, toen niet. 12, 13 jaar terug, maar nu ook weer niet. Haar ouders die waren vrienden van mijn ouders. Mijn vader had een bondzaak in Amsterdam vroeger. En haar vader werkte bij een ander bedrijf, ook in de bond. En dat zijn vrienden geworden. Daar kwam de gezamenlijke passie voor Ajax naar boven, zal ik maar zeggen. En zij had toen de tijd, volgens de overlevering, had zij een relatie met Johan Eeskens. Die toen de tijd natuurlijk in Ajax 1 speelde. Het bleef 1-0 tot de rust. Waarna Ajax de tribunes nog meer dan 20 minuten in spanning hield. Toch nam Ajax al na 11 minuten de leiding door een doelpunt van Johan Eeskens. Ja, was best een hele knappe griet om te zien ook nog wel toen de tijd. En ze was al heel gek met mij ook. Ze besteedde heel veel aandacht aan me. Als we dan na de wedstrijd bij haar ouders bleven we dan eten. En dan gingen we een borrel drinken met z'n allen. Ondanks de gezamenlijke passie voor Ajax en hun jarenlange innige relatie is ook Gideon slachtoffer geworden van medische oplichtingspraktijken. Weer een aantal jaren later. Ik ben de verzekering gegaan op een gegeven moment naar school. En ik werkte bij mijn broer. Mijn broer had een verzekeringskantoor in de oude winkel van mijn vader. En wij werkten daar met z'n tweeën. En haar vader kwam ook geregeld aanwandelen. En dat was op oom Rinus en tante Kobi, haar moeder. En toen op een gegeven moment komt ze een keer binnenlopen en ze zegt, ik heb verkering met Louis van Gaal. Nou, dat was natuurlijk helemaal mooi. En dat spreekt dus nu over 94, begin, of eind 94, begin 95. 95 had eigenlijk de Champions League gewonnen. Nou, je voelt hem aankomen. Zij, wij wilden kaarten hebben. En die kon zij regelen voor ons. Dus toen kwam ze ook aan met officiële uitnodigingen van Ajax. Daar stond er nog wat grote dikke letters op. Nou, oké, dan moet je wel iets hebben met iemand van Ajax. En dat was in dit geval natuurlijk. In haar ogen was dat Louis van Gaal. En volgens Mehdi wil Louis van Gaal samen met haar een kledingzaak openen. Maar Lou zal die gaan heten. Nou, oké. Wij moesten die boel verzekeren. Prachtig natuurlijk. Er moest ook van alles nog wat geregeld worden. Ze moest een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Ze moest meteen een pensioen hebben. Ja, geld speelde geen enkele rol natuurlijk bij Louis van Gaal. Wij moesten handtekening hebben van hem. We moesten een uitdrukkingskamer verkoophandel hebben van hem. Want hij was de eigenaar. En ja, dan kan niet iemand anders zomaar even tekenen als je geen procuratie hebt. En dat kon ze allemaal niet aantonen. Hij kwam natuurlijk niet. Ik bedoel, dat was natuurlijk wat te verwachten. En nou ja, duizendmaal excuus. Want hij heeft het ook zo druk. Want Ajax moet binnenkort de Champions League finale spelen. En hij heeft hier even geen tijd voor. Het komt wel. Nou ja, toen kwam het hele verhaal naar boven dat het allemaal een wassen neus was. Mijn broer
Die zou seizoenkaarten via haar kopen. Die gaan ze dan regelen via Ajax. Nou, daar had hij er geld voor gegeven. Dat was geloof ik 1200 euro of 1000 euro. Van gulden natuurlijk nog toen de tijd. En ja, die kwam natuurlijk ook niet. Dus we zijn gaan zoeken. En toen was ze plotseling spoorloos verdwenen. Voor Gideon is de emotionele schade groot. Maar de materiële schade is te overzien. Dat geldt niet voor mevrouw Jansen. Zowel emotioneel als materieel is zij door Mehdi geschaad. Want mevrouw Jansen leeft van een AOW'tje. Ze wil het geld dat ze voor haar vakantie bij elkaar heeft gespaard gewoon terug. En toen ben ik op een ochtend, 's morgens om 7 uur, want ze namen vaak niet op, ben ik naar ze toe gegaan. De bel was stuk, heb ik keihard op het raam geslagen. Toen deden ze uiteindelijk open, want ze logeerde bij de moeder. Hè? Ze had niet een eigen huis. En toen lagen ze alle twee nog op bed. Zij lag dus op de bank en toen zeg ik, Mehdi, nou kom ik mijn geld halen. Ja, zegt ze, maar het is zo moeilijk. Je krijgt het zo. En ze zegt, en we zijn nog aan het slapen. En ik moest meteen binnenkomen, want de buren mochten niet horen wat ik dan vroeg. Nou, toen zeg ik, ik ga niet weg. Ik wil nu mijn geld hebben. Nou, toen heb ik de telefoon gepakt. En toen is die moeder van mij, die is mij aangevlogen. En die zegt, je blijft er vanaf. Meteen de deur op slot gedaan, dat ik niet met die telefoon de deur uit zou gaan natuurlijk. En die heeft me een paar klappen verkocht. En die zegt, en je blijft van die handel van, want het is mijn dochter, daar blijf je vanaf. Want dat is haar hele hebben en houden. Nou, toen ben ik weer weggegaan, weer zonder geld. Ik kende die mensen zo goed. Ik heb een heel groot vertrouwen in de gehad. Want als ik op dat moment 6000 euro had gehad, had ze het ook gekregen. Die mensen ken ik misschien wel 55 jaar. Dan verwacht je toch niet dat ze je zo erg oplichten? Na dit incident heeft mevrouw Jansen Mehdi nooit meer gezien. Ook Gideon heeft Mehdi uit zijn leven verbannen. En het lijkt of ze van de aardbodem verdwenen is. Geheel onverwacht komt Gideon haar weer tegen in de Amsterdam Arena. Ja, jaren later, en ik spreek dus nu over 2005 of zo ongeveer, denk ik. Stond ik in het restaurant van Ajax, in het ledenrestaurant. En ze staat plotseling naast me. Hey Gideon, hoe is het met je? Ik ben echt enorm verbaasd. Ik bedoel, want er zat zeg, dik 10 jaar tussen. Ja, ik stond wat met haar te praten. En ja, de tijd heelt alle wonden, zeg Ben. Nou ja, net. Dus ik heb haar verhaal een beetje laten doen. Joh, wat is er nou met je aan de hand geweest? Waarom heb je dat toen de tijd gedaan? En ja, toen zei ze, ja, ik was wat overspannen. De druk van mijn vader, zou ik maar zeggen. Voornamelijk van mijn vader, maar van mijn ouders. Zou ik maar zeggen, op dat ik de mooie medie was. En ik moest altijd alles goed doen. En hij zat bovenop me. En ja, ik ben gewoon doorgedraaid toen. Nou, ik zei, ja, waar ben je de afgelopen 10 jaar nou geweest? Nou ja, ze had dan een tijd in Amerika gewoond. Daar had ze een vriend gehad, zei ze. Een paar jaar. Maar haar moeder durfde niet te vliegen. Dus die kon daaruit heen. Dus die miste ze enorm. Ze was dus gescheiden ook in de tussenliggende periode. Daar was de tijd geweest. En ze was een aantal maanden, zoals ze zei, in Turkije geweest. Waar zij, zoals ze het zelf heel expliciet heeft verteld, verkracht was. Waardoor ze ook vastgehouden was door allerlei mensen. Nou, achteraf bleek weer dat het helemaal niet waar was, maar dat ze daar in een hotel had gezeten. En de rekening niet betaalde. En gewoon om haar rekening te kunnen betalen in dat hotel had moeten werken een aantal maanden. Niet als hoer, dat niet. Maar gewoon voor mij, ja, ik ben dus nooit helemaal naar boven gekomen, maar als een soort van gewoon in die bediening. Gideon neemt Mehdi's verhaal voor lief en geeft haar het voordeel van de twijfel. Ze zou haar leven gebeterd kunnen hebben, maar niets is minder waar. Mehdi rommelt opnieuw met Ajax-kaarten. Ho, patboom, meneer. Je kaart is geblokkeerd. Loop maar even met ons mee. Dus wij mee uiteindelijk naar de supportersbalie. Ja, van wie heeft die kaart gekocht? Ja, van mevrouw Schellevis. Ah. Oh. Nou, wat bleek dus? Ze had dus al die kaarten die ze ook allemaal had geregeld op rekening gekocht en de rekening dus niet betaald. Ja, kijk, wat mij het meeste dwars zit, is punt 1 dat ze de mensen zo op een ongelofelijke manier in de maling heeft genomen. 2 is een moeder, wat ondertussen natuurlijk wel een hele hoogbejaarde vrouw is, die op een enorme manier ook door de dochter van mij in de maling wordt genomen. Al haar slachtoffers, die zijn zo ja, besodemieterd. En mensen die het niet kunnen betalen. En dan denk ik, ja, dit moet stoppen. En tot zover de mensen die Mehdi kent vanuit haar jeugd. De moeder van Mehdi woonde jarenlang in een woning in Amsterdam-Oost. Wanneer de vader van Mehdi in 2005 overlijdt, neemt Mehdi haar intrek bij haar moeder. Een jaar later worden moeder en dochter het huis uitgezet wegens huurschuld. En dan begint een exodus langs zeker 6 adressen in Zandvoort, Amsterdam en Amstelveen. Nou, dit is het appartement.
wat zij dus voor 3 maanden heeft bewoond, zonder dat ze daar iets voor betaald heeft. Uiteraard hebben we wel aan haar gevraagd wat de reden was, waarom ze toch een vrij duur appartement heeft gehuurd. Te meer omdat dit eigenlijk bedoeld is voor expat. Haar antwoord was dat zij dus voor 1 jaar eerst wilde huren, omdat ze wilde kijken of zij in Amstelveen iets zou willen kopen. Omdat haar moeder ook vroeger in Amstelveen heeft gewoond. En haar moeder toch wel weer graag terug zou willen daar naartoe. Wat was de huur? De huur is 2000. Maar de makelaar die had haar loonstroken gezien en ook haar inkomsten en de inkomsten van haar moeder. En ja, dus er waren helemaal geen twijfels dat het niet goed zou zitten. Nou, ik wil nog even een mooie uitzicht laten zien. Waar ze overigens met de moeder hier gewoon gezellig heeft gezeten. Met een rozeetje en kussentjes in de stoelen. En dan tegen ons nog zeggen van, nou, jullie moeten ook eens gezellig een kopje koffie komen drinken, want dat vinden we wel leuk. En dan te weten dat je gewoon niet gaat betalen. Dat is voor ons onbegrijpelijk. En het meest trieste is dat ze gewoon die moeder daarvoor gebruikt, van 84 jaar. Wat is de schade? 6000, in principe, 3 maanden huur. Als wij niet hadden ingegrepen, dan had ze er nog gewoond. Uiteindelijk zet de politie samen met de verhuurders Mehdi en haar moeder na veel tegenstribbelen het huis uit. Van Amstelveen reist Mehdi met haar moeder af naar Zandvoort op zoek naar nieuwe woonruimte. Nou, afgelopen zomer, 1 jaar geleden, stond vrouw Mehdi hier op de stoep en ze vroeg of ik nog een appartement vrij had. Dus ik heb haar natuurlijk het appartement laten zien. Ze vertelde mij toevallig dat ze ook Joods was. Ja, ik kom zelf natuurlijk ook uit Israël. En ze was met de moeder. De moeder is een bejaarde vrouw. Dat maakt een prima indruk. Nou, op een gegeven moment dachten we van nou, de datum komt steeds dichterbij. En ik had het eigenlijk binnen een week wou ik het rond hebben. En ze ging steeds geld halen, het lukte steeds niet. Ze zat met de spaarrekening die niet vrij kwam. Ik ben ook niet gisteren geboren, toen had ik iets van, zit er wel wat achter. En ik ga het even checken. En daar bleek dat ze zo'n waslijst had, met alle dingen en alle schulden. Deurwaarders, incassobureaus, dat het helemaal tot Tokio was. Nou, ik zal je vertellen, als zij hier gezeten had, ook is het maar een maand of 7 maanden zonder te betalen. Ik had toch van de balkon eruit gegooid, echt waar. Ik had het echt niet toegelaten. Mehdi heeft weer geld nodig. Ze put opnieuw uit de kennissenkring van haar ouders en komt uit bij Leo Meijer. Een oude bekende die vroeger in het Bond zat en nu leren jasjes importeert. Mehdi is de dochter van een vertegenwoordiger van het familiebedrijf, die ongeveer 40 jaar in het familiebedrijf heeft gewerkt. Ik ken haar dus als dochtertje van de vertegenwoordiger. En zij heeft mij op een bepaald moment benaderd met de ellende dat zij geld tekort kwam en dat haar moeder uit een huis gezet zou worden vanwege huurschuld. Het is een naar verhaal dat iemand iedere keer zegt, het is zo zielig van mijn moeder wordt op straat gezet. Toen ze het geld dus kwam lenen, toen zag ze ook alle jasjes en ze vond ze ontzettend leuk en ze wilde graag wat jasjes meenemen voor vrienden en voor haar moeder. En daarvoor heeft ze een aantal jasjes mee uitgezocht en gezegd, die neem ik mee voor mijn moeder en die neem ik mee voor andere vrienden en dat ga ik binnenkort met je afrekenen. Nou, dat is dus niet gebeurd, maar ze heeft wel een aantal schitterende jasjes meegenomen. En zo is Leo Meijer na een bezoek van Mehdi 3000 euro lichter. Mehdi rijdt graag in mooie, dure auto's en daar zijn minstens 10 autodealers er dupe van geworden. Begin december met 2006 kwam mevrouw Schellevis langs voor een auto zoals deze. Eigenlijk bijna exact dezelfde kleur klopte. Nou, vrij luxe uitvoering met lederen bekleding, mooie velgen, veel opties en dat soort zaken. Vrij prijzige auto bij elkaar. Nou, ze had hem snel nodig, gaf ze aan. Dus iedere verkoper dan een beetje gaat aanvoelen is dat er dus snel handel te drijven is. Daar houden ze van. Ze kreeg in eerste instantie van ons een voorloopauto mee, omdat zij echt per direct eigenlijk een auto nodig had. Ja, wat een kleinere auto dan deze voor haar ingehuurd.
Nou, die is ze ook na een verloop van tijd netjes komen inleveren. En toen heeft ze met de verhuurder geregeld dat ze een grotere auto mee zou krijgen. Ja, die heeft ze uiteindelijk, meegekregen. En die is bij de verhuurder nooit meer teruggekomen. Mehdi vindt haar slachtoffers in de kennissenkring van haar ouders en ze pocht met haar Joodse achtergrond. En ze gaat verder. Wanneer die bron van slachtoffers uitgeput lijkt, verlegt ze als ware kroegtijger haar territorium naar het Amsterdamse caféleven. Ze weet in no time veel stamgasten voor zich te winnen, om die daarna net zo makkelijk te misbruiken. De kroeg en Ajax zijn belangrijk in Mehdi's leven. Ook daar zoekt de geraffineerde Mehdi haar slachtoffers uit. Mehdi Schellevis suggereerde ook dat ze dus seizoenkaarten kon regelen voor een aantal klanten van mij. En dat kwam er dus gewoon nooit. En dan had ze dus een dagkaart geregeld voor die mensen van €25. En dan zei ze, ja, je moet wel even €300 nu betalen, want ik kan dat allemaal niet voorschieten. Dus had ze €275 winst. En dat is niet bij één klant gedaan, maar bij diverse klanten. Mehdi gebruikt de meest vreselijke smoesen om mensen geld af te troggelen. Maar ik weet dat één klant, dat weet ik voor 100%, dat hij zeker voor €12.000 het schip binnen is gegaan. Dat is hij gewoon kwijt. Een klant die aan Mehdi geld leende, bedreigde haar om zijn geld terug te krijgen. Ze heeft mij ingepakt. Ik heb mijn geld teruggekregen. Ja, dat was een keer met een vakantie. Omdat ik de velgen van de auto aftrok. Ja, want ze had een leaseauto. Ik zei van, trek al je velgen van je auto af. Die kost meer dan €250. En toen zijn we bij een andere geweest om mij die €250 te geven, toen ik die velgen terugplaats. Want ik doe geen kwaaie dingen. Maar dragen kan altijd. Sabrina, het nichtje van José, is ook slachtoffer geworden. Mehdi vertelt dat ze een bedrijf heeft waarmee ze een baantje voor haar bij Ajax kan regelen. Mehdi kwam je mee en dat, ja, het sloeg gelijk in. Hoe zag je haar? In het begin gewoon als een vrouw die werk voor mij zocht. En later begon de band toch heel erg te groeien tussen haar en mij en werd het ook persoonlijker. Ze hadden dus hoegenaamd ook samen iets ergs meegemaakt. Daar wil ik voor de rest niet over uitweiden. En Mehdi zou dat ook mee hebben gemaakt en waardoor Sabrina nog meer vertrouwen in haar had. Mehdi had maar één doel voor ogen met Sabrina. Nou, ze zijn dus op een gegeven moment hier op de centuurbaan zijn ze naar een bank geweest. En toen heeft Mehdi geprobeerd om een lening daar rond te breien voor Sabrina. Maar dat geld dat moest dan wel naar Mehdi. We hebben het dan over het bedrag van €12.000. Hoe is het mogelijk dat een vrouw jarenlang mensen bedriegt, tienduizenden euro's afhandig maakt en misschien nog wel erger, het vertrouwen compleet kapot maakt? En hoe moet het zijn voor de hoogbejaarde moeder om meegezoogd te worden in een leven vol leugens? Mede daarom gaan we op zoek naar Mehdi. De speurtocht naar Mehdi begint, hoe kan het ook anders, in Amsterdam. Uit documenten die op de redactie zijn binnengekomen, blijkt dat ze op een gegeven moment een advocaat in de arm heeft genomen. Die advocaat willen wij graag spreken. Ik bel om het volgende. Klopt het dat u de advocaat bent van mevrouw Mehdi Schellevis? Nee, klopt niet. Dat klopt niet. Maar was u dan haar advocaat? Één minuut, bij wijze van spreken. Eén minuut? Ja, ik heb één briefje in de zaak geschreven. Maar verder heb ik niet meer van de vernomen. Oh, dus u heeft helemaal geen contact meer met haar? Nee. Want wij hebben via vier begrepen dat u de verzorging van haar moeder op zich heeft genomen. Klopt dat? Ik ga even verder geen antwoord geven, dank u wel. Goedemiddag. Wat raar. Ik ga denk ik toch even gewoon naar haar kantoor. Ik heb de advocaat van Mehdi Schellevis gesproken. Zij wil niks meer met Mehdi te maken hebben, want u raadt het al, Mehdi betaalt ook aan haar de rekening niet. Wat wel zo is dat de advocaat heeft gezegd dat ik contact moet opnemen met de GGD. En dat ga ik nu dus doen. Maar heeft iemand mevrouw Mehdi Schellevis of mevrouw Schellevis van der Linden aangemeld bij jullie? Nou ja, dat kan ik niet tegen u zeggen. Ik kan wel zeggen tegen u dat u doet bij mij nu een melding, hè? Ja. En u vertelt een zorgelijke situatie. Ja. En waarbij eigenlijk die wel oudere dame schade ondervindt van een dochter die ter kwade trouw is. Ja. En dat is wat u zegt. Ja. Nou, dan is het aan ons om dat te onderzoeken. De GGD gaat de zaak dus ook onderzoeken.
Op de redactie komt intussen een tip binnen dat een oude bekende van Mehdi wellicht meer weet over Mehdi en de toestand van haar moeder. We gaan er naartoe. En dan komt er een telefoontje binnen van de moeder van Mehdi. Wacht even, luister aan de telefoon. Wacht even, zeg het nog eens een keer. Dat ik Mehdi vandaag al 14 dagen niet heb gezien. Waar zit ze? Dat is de moeder. Ik weet het niet. Waar zit zij? Weet je het echt niet? Nee. Nou, omdat ze nog wel eens met jou praat in Algerije weer. Ik bedoel, 14 dagen geleden wordt ze opgebeld door Percy uit Duitsland. Dat ze moet naar Duitsland komen, want de kluizen die gaan allemaal weg uit de bank. Nou, sinds 14 dagen geleden vertrokken. Geen telefoontje, helemaal niks. Ik weet helemaal niet waar ze zit. Waar bent u dan? Ja, ik ben waar ze me gedumpt heeft, maar dan moet ik weg. En de poes moet ook weg. Die vrouw wil ook... Ja, die... Maar waar is dat dan? In de Pilaarstraat. Nou, maar wie woont er dan? Ja, daar woont die advocaat. Maar die vrouw die is wit heet op de... Nou ja, die kan er wel vermoorden. Ja, dat zijn er wel meer. Ik bedoel, ze gaat weg. Ze zit hier 4 maanden. Die vrouw die krijgt 4000 gulden van haar. Van dat ze hier zoveel maanden heeft gezeten. En ze komt maar niet over de brug met geld. En heb ik mijn AOW gegeven en nog wat. Ik bedoel, want ik wil die schuld niet hebben. Ja. Ik bedoel, wat is die rot mij toch in godsnaam mee bezig? Ik heb het niet meer. Moeder is helemaal in paniek. Ja, kom, we gaan als een gek daar naartoe, jongens. Terug in Amsterdam loopt onze verslaggeefster geheel onverwacht de advocaat die we eerder die middag aan de telefoon hadden tegen het lijf. Hallo. Wat een toeval dat ik u tref. Ja, wat een toeval, hè? Ja. Ja, ik wil niet gefilmd worden. Ik ben gewoon een advocaat. Als u... Gewoon met mij een gesprek wil voeren. Mildred Roethoff. Ja, dan kunt u dat toch gewoon één op één? Ja, nee, dat doen we dan bij deze. Maar weet u misschien waar mevrouw Schellevis is? Wat u? Hoe? Mevrouw Mehdi Schellevis. Nee, weet ik niet. Nee. Ik heb, wat ik zeg, in een huurzaak heb ik een keer een brief voor haar geschreven. Verder weet ik niet waar ze is, want ze heeft mijn noten niet betaald. En mevrouw Van der Linden Schellevis? Daar heb ik u voor naar verwezen naar de GGD. Die is bezig om onderdak voor haar te zoeken. Maar waarom wil u die mevrouw weer spreken dan? Nou, dat kan ik u uitleggen. Omdat er allerlei mensen zich heel veel zorgen maken. En wij heel graag mevrouw Van der Linden Schellevis even willen helpen. De ex-advocaat van Mehdi heeft Mehdi en haar moeder naar alle waarschijnlijkheid zo'n 4 maanden onderdak verschaft. In dit huis zit haar moeder, maar Mehdi lijkt van de aardbodem verdwenen. Wat is die rot mij toch in godsnaam mee bezig? Ik heb het niet meer. Ja, dat was de verbijsterde moeder. We hebben contact gehad met Percy uit Duitsland, maar hij zegt dat hij haar al 4 jaar niet heeft gezien. Dus ja... Waar zal ze zijn? Hier aanwezig in de studio zijn heel veel mensen die met Mehdi en haar moeder te maken hebben gehad. Onder andere meneer Schrijver, welkom. Ja. Wist u dit, dat ze haar moeder nu ook in de steek gelaten heeft? Nee, helemaal niet. Wat vindt u daarvan? Ja, ik schrik daar enorm van. Wat ik ook al zei, is ja, onbegrijpelijk. Dat had u niet verwacht? Nee, zeker niet. Nee. Mevrouw Jansen zit naast u. Mevrouw Jansen, wat vindt u ervan? Onbegrijpelijk. Maar mijn man zei vroeger altijd, dat kind is zo vreselijk verwend, daar moet niks van terechtkomen. We stonden altijd paf van wat het kind kreeg. Ik zou ook willen zeggen tegen de moeder als ze dit ziet, want ik hoop hier, bel ons, bel het Ros, bel mij, weet ik veel wie. Kunt u nog wat voor haar betekenen dan? Ik hoop het. Misschien, ik weet het niet. Mevrouw Speyer, u heeft die moeder ook meegemaakt, die heeft natuurlijk ook bij u gehuurd. Klopt. Wist die moeder van de daden van Mehdi? Ik weet het niet. Ik ben nog eens een keer bij haar op bezoek geweest, omdat ik Mehdi wilde spreken om de achterstallige huur te betalen. En toen zei de moeder, heeft ze de huur niet betaald? Ik zeg, nee, al 2 maanden niet. Ik zeg, dus u gaat er binnenkort uit. Oh, zegt ze, maar ik heb nog zo gevraagd aan Mehdi, heb je de huur betaald? Maar het is onvoorstelbaar wat ik allemaal zie. Ik wist dat ze dus een oplichter was, maar dat ze... zo ver zou gaan dat ze ook de moeder nu nog in de steek laat. Maar die advocaten, dat vraag ik mij ook af. Want toen de politie, toen zij de politie inschakelde om haar kleding op te halen... Ja, onder het motto van medicijnen voor de moeder... maar het ging puur om haar kleding. Toen zei de politie tegen ons dat ze beneden stond met de advocaten... en dat dat tevens haar vriendin was. Dus die heeft toch ook een beetje... Dus die heeft er volgens mij toch behoorlijk mee te maken. Ja. Nou, aan tafel zit Steven Pont en u bent psycholoog. En wat al die mensen hier en wij zelf natuurlijk ook wel eens willen weten... is hoe komt iemand hiertoe? Het lijkt wel of
Medi een bepaald gen voor moraal mist. Ja, nou, laat ik beginnen met te zeggen dat het heel lastig is om op zo'n grote afstand een diagnose te stellen natuurlijk. Maar waar we wel, waar het alle schijn van heeft, is dat we hier met een pathologisch leugenaar te maken hebben. Een pathologisch leugenaar heeft een aantal kenmerken, gedragskenmerken. Eén is dat ze zeer charmant zijn. Twee is dat ze een hoop overtuigingskracht hebben. En drie is dat ze een slechte gewetensvorming hebben, dus of bijna geen geweten hebben. En dat betekent dat ze heel instrumenteel met mensen omgaan. Dat betekent dat, dat ze ze bijna zien als voorwerpen. He, dus er zit voor pathologisch leugenaar niet heel veel verschil tussen een sinaasappel of een mens. He. Dus als je trek hebt in een sinaasappel, dan pers je de sinaasappel uit. En heb je trek in iets wat iemand jou kan leveren, dan pers je de mens uit. Zonder dat ze daarvan in de war raken. Dat maar komt omdat je geen geweten hebt. Jij raakt daarvan in de war als jij dat zou doen. Ja. Omdat jouw geweten gaat knagen. Ja, maar zou dat kunnen ontstaan doordat je tot in de grond toe verwend wordt? Ja. En het aardige is nu, of het aardige, ook het bittere, en ik durf het bijna niet te zeggen met de slachtoffers in mijn rug, maar dat je je kunt afvragen dus in hoeverre je dit gedrag Medi echt kwalijk kunt nemen. Ja, kun je zo iemand genezen? Dat wordt lastig, omdat ze zelf weinig lijdensdruk noemen we dat. En dat je jezelf er weinig last van hebt. Ja. Ja. En er is nog een andere mogelijkheid. En dat is dat zij leidt aan een ernstige ziekte. En dat is, die noemen we pseudologica fantastica. En dat betekent dat je werkelijk zelf gelooft in al je leugens. Kijk, een pathologisch leugenaar weet van, nou, ik lieg de zaak aan elkaar, maar het levert me zoveel op. En ik voel nergens dat knagende gevoel van, ah, dit voelt niet goed. Dus ja, waarom niet? Maar die weet het. Maar wellicht kan het ook zo zijn dat ze helemaal niet voelt dat het fout is. Ja. Hier houdt voor ons het verhaal voorlopig even op, in ieder geval voor vanavond. Mocht u weten waar Medi Schellevis verblijft, in binnen- of buitenland, dan horen wij en alle andere betrokkenen dat heel graag. En we weten inmiddels dat de moeder van Medi in een verzorgingstehuis is geplaatst door de GGD. En we wensen haar veel sterkte toe. Dank u wel en ook u allemaal. Hartelijk bedankt. Meld u ook aan voor de Opgelicht nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van oplichting, fraude en bedrog. Groningen is een bruisende studentenstad en al die studerende jongeren moeten natuurlijk ergens wonen. Containerwoningen zouden een goede oplossing zijn. Om dat te realiseren heb je geld, dus investeerders nodig. Kees Kremer, geboren en getogen Noorderling en bedenker van het containerwoningplan, weet voor tenminste 140.000 euro investeerders te interesseren. Maar het geld is verdwenen en de containers, daar heeft nog nooit één student in gewoond. Ieder mens heeft wel iets in zijn leven meegemaakt wat hem altijd bijblijft. Zelfs met de dood ben ik bedreigd daardoor. Het is gewoon een hele vervelende en nare situatie. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Het is natuurlijk te gek voor woorden eigenlijk. Ik dacht dat we in een rechtsstaat wonen. Dan moet iemand niet zoveel mensen kunnen oplichten. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Ik moet nog de eerste persoon ontmoeten die een goed woord over de heer Kremer kan zeggen. Als ze mijn blik kunnen zien, dan weet iedereen waarschijnlijk wel wat ik bedoel met wie meneer Kremer echt is. Wij gaan door! Tot de laatste snik! In de jaren 70 zet discjockey Kees Kremer zich bij Radio Noord, de omroep van de provincie Groningen, in voor het Nederlandstalige lied. Hij zorgt er als eerste voor dat er zogenaamde piratenmuziek te horen is op de regionale radio. Zelf neemt hij meerdere Nederlandstalige nummers op, waaronder het lied dat u net hoorde. In dezelfde periode is Kremer actief als fotograaf. Over zijn werk is weinig bekend. Er verschijnen de afgelopen jaren een tiental krantenberichten over Kees Kremer. Geldgebrek nekt plannen, ruzie om geld. Zakenman Kees Kremer vangt weer bot bij de rechter. Kremer wil 20 mil. Kees Kremer, zakelijke prutser of charlatan? Als zakenman floreert hij nooit. Ook niet als hij in 2006 bij TV Noord voor de camera verschijnt. Hij wil het veelbesproken asbestschip de Otapan naar de haven van Delfzijl halen. Ik heb dus met het ministerie gesproken, telefonisch overleg gehad. De mogelijkheid bestaat dat we dat ding hier kunnen krijgen. Maar de Otapan zal de haven van Delfzijl nooit binnenvaren.
Als we het zakelijke verleden van Kees Kremer bekijken, zien we geen enkele link met asbestverwerking of milieuzaken. Een greep uit de bedrijven die Kremer wel heeft gehad, laat een weinig succesvol verloop zien. In oktober 1991 richt Kremer Stichting Rondvaartbootlauwers oog op. In april 1998 is het bedrijf failliet. In augustus 1996 start Kees Kremer scheepsbetimmering. Februari 1998 failliet. In november 1996 gaat Stichting Aandelenbeheer Kees Kremer van start. November 2001 wordt de stichting ontbonden wegens gebrek aan bekende baten. Op dezelfde dag start hij de eenmanszaak Kremerbeheer. Dit bedrijf bestaat nog steeds. In juli 2005 gaat Stichting Pelumnus van start. Onlangs is deze stichting ook failliet verklaard. Bob Jans en Remmelt Hommes hebben vertrouwen in zijn ideeën. Beiden investeren ze een bedrag van 50.000 euro. Hommes reageert op een advertentie van Kees Kremer. Nou, dat het een advertentie was in het Nederland Dagblad, dat kwam op zich best wel positief over. En ook waarin het geïnvesteerd werd, inderdaad, voor woningen voor jongelui die in onderdak zoeken en die studeren in Groningen. Dus dat is op zich natuurlijk een prima object. Kremers studentencontainerplan is ogenschijnlijk goed. De tekeningen van de in totaal 1000 containers zien er professioneel uit. Bob Jans is geïnteresseerd in een ander project van Kremer. Het verbouwen van de oude stadsbioscoop van Groningen tot een Mensa, een studentenrestaurant. Het is juist dat hij iets geprobeerd heeft. Hij heeft een bouwaanvraag ingediend bij de stad Groningen. En hij heeft die ook gekregen. Maar heeft er daarna nooit iets mee gedaan. Dus na een aantal maanden, een half jaar of zo, heeft de stad Groningen die bouwvergunningen weer terug ingenomen. De verbouwing van de oude bioscoop valt onder Kremers stichting de Weva Mensa. Maar Weva is een gerenommeerde naam in de stad Groningen. Zo heette vroeger het huidige Martini Hotel. De rechter bepaalt dan ook dat Kremer de naam niet mag gebruiken. Vanaf dat moment gaat het project verder onder de naam Vitrus Vastgoed. Maar Kremers projecten komen niet van de grond. Toen begon ik dus in januari 2007 dus ook inderdaad aanvragen te krijgen, omdat de rente niet betaald werd. En toen ben ik op een gegeven moment ook gaan zoeken. Dus dan kom je op een gegeven moment op adressen die niet kloppen. Een leegstaande loods, wat een bezoekadres is en dat soort dingen. In zijn correspondentie gaf hij ook aan dat hij contact had met een christelijke woningbouwstichting in Groningen. Wat achteraf dus ook niet klopte. En ook heel veel bouwaanvragen die hij aangaf, onder andere Slochter en Haren. Waarbij ik dus contact heb gezocht bij Slochter en Haren en er helemaal geen bouwaanvragen waren geweest en ook niet liepen. Hij betaalde niet meer, zijn adres veranderde verschillende keren, zijn telefoonnummer veranderde verschillende keren, hij was onbereikbaar. Ja, ik heb geld natuurlijk niet teruggezien. Ik ben dus, dat was midden 2006 dat hij zijn eerste betalingen niet deed. Die zijn daarna dan wel gekomen. Hij heeft tot en met het derde kwartaal van 2006 nog wel rente betaald. Maar het vierde kwartaal bijvoorbeeld schreef hij een heel aangename brief zoals hij altijd deed. We hebben het genoegen u wederom rente te betalen. Maar daar kwam het geld niet. Einde 2006 al naar mijn advocaat gegaan. Ik wilde er geen gras over laten groeien. En die dag als hij er vandoor gaat met de centen, dan wil ik op tijd zijn. Bob Jans spant een rechtszaak aan tegen Kremer en wint. Dus niet alleen mijn inleg zou ik terugkrijgen, maar ook daarbij kosten nog de rentes die hij niet betaald had, plus kosten van de advocaat, kosten van de rechtszaak zelf enzovoorts enzovoorts. Dus het kwam tot een totaal van iets meer dan 67.000 euro. Nou, de heer Kremer heeft niets betaald. Toen hebben we beslag laten leggen en toen bleek hij zogenaamd niets te hebben. En in plaats van te betalen, spant Kremer op zijn beurt een rechtszaak aan tegen Jans. Er komt geen cent en dat is dus bevestigd eigenlijk door de zaak die hij tegen mij heeft aangespannen, die ik ook gewonnen heb, waarbij de rechter gezegd heeft, wel, het vorige vonnis blijft bestaan. Dus ik wacht nog steeds op geld van de heer Kremer, want er is natuurlijk wederom niets betaald door hem. En dat ondanks twee gerechtelijke uitspraken. Remmelt Hommes wacht hetzelfde lot. Ook hij heeft tot op heden vrijwel niets van de 50.000 euro inleg teruggezien. De eigendomsactes krijgt Hommes niet in handen. En de woonunits die in Waterhuizen bij Groningen zouden staan, heeft hij nooit gezien. En zijn er ooit units gebouwd? Die zijn er gebouwd, want dat was dus het bezoek wat ik gebracht had aan Waterhuizen.
Een kantoor daarboven heb ik iemand gesproken van het leegstaande pand. En die gaf aan dat er wel een container gebouwd is geweest. Maar waar die heen gegaan is, geen idee meer. De investeerders kennen de containerwoningen dus alleen maar van de mooie getekende presentatie. Zouden ze wel echt bestaan? Wij gaan op zoek. Van Kremers plannen voor 1000 wooncontainers komt weinig terecht. Er is maar één keer een eigendomsakte opgemaakt voor 2 containers ter waarde van 15.000 euro. Die zouden in Waterhuizen staan. We ontvangen foto's van 1 woonunit bestaande uit 2 containers. De foto's zijn gemaakt in Waterhuizen. Op deze locatie is geen enkel spoor meer te vinden van wooncontainers. En we horen dat Kees Kremer hier met de Noorderzon is vertrokken. Naast de foto's van de containers in Waterhuizen ontvangen we foto's van containers in Papenvoort, een gehucht vlakbij Assen. De overeenkomsten zijn treffend, alleen de dakpannen ontbreken. We besluiten te gaan kijken in het Drentse Papenvoort en daar treffen we inderdaad containers aan. De huidige eigenaar van de wooncontainers heeft ze gekocht van een bedrijf uit het noorden. De eigenaar van dat bedrijf laat weten dat hij de containers gekocht heeft van Kees Kremer. Maar hij heeft er zoveel gezeur over gehad dat hij er verder geen woord meer aan vuil wil maken. De exacte relatie tussen de eigenaar van het bedrijf en Kremer blijft onduidelijk. Wel duidelijk is dat Kees Kremer andermans bezittingen heeft doorverkocht. Ideeën en plannen heeft Kees Kremer genoeg, maar tot uitvoering lijkt het nooit te komen. Ook wanneer Kremer vastgoed wil kopen, bedenkt hij zich op het laatste moment. De Groningse makelaar John Schokker krijgt het ook aan de stok met Kees Kremer. Schokker is geïnteresseerd in Kremers plan om van de oude Citybioscoop een studentenrestaurant te maken. Tot een concrete samenwerking komt het niet. In dezelfde periode wil Kremer een kroeg aan de Burchtstraat kopen. John Schokker treedt op als makelaar. Kremer tekent het voorlopig koopcontract met daarin de ontbindende voorwaarden. Een week ongeveer nadat de ontbindende voorwaarden verstreken was, kreeg ik een briefje. Dat briefje ging met name over de mensen, het Mensa-restaurant in de Oosterstraat. Daar wilde hij mij per brief even een melding van maken hoe de stand van zaken was. En er stond 1 zinnetje in. En hierbij verklaar ik ook dat ik toch maar afzie van de koop van de Burgstraat. De eigenaar van de kroeg gaat hier niet mee akkoord. Kremer houdt zich niet aan de ontbindende voorwaarden. De eigenaar heeft recht op 10% van het overeengekomen bedrag. Nou, vanaf dat moment is eigenlijk ben ik weer in beeld gekomen. Want op een heel vals moment, zo rondom de kerstdagen in 2006, kwam hier een deurwaarder bij de deur zonder vooraankondiging of niks. En die legde beslag op mijn pand. Met de motivatie daarbij dat doordat de boete naar de verkoper van de Burgstraat uitgesproken was, die boete dat hij die moest gaan betalen, dat was aan mij te wijten. En hij wilde dat ik die schade vergoedde aan Kremer. Schokker stapt op zijn beurt naar de rechtbank. De zaak dient in april 2007. Maar voordat de rechter in juni uitspraak doet, neemt het verhaal een andere wending. Kees Kremer schakelt zijn advocaat op een zeer opmerkelijke wijze in. Ik hoor RTV Noord, want dat is altijd de eerste zender die ik 's morgens opdoe. Hoor ik makelaar of advocaat roept mensen op die een probleem hebben gehad met makelaarij John Schokker om zich bij meester Scala te melden. Nou, dat deed hij dus in eerste instantie voor de radio, riep hij mensen op. Nou ja, en daarna s'avonds gebeurde datzelfde via de televisie, dat hij opnieuw mensen opriep, of tenminste Kees Kremer, mensen opriep via een plaatselijk krantje hier in de omgeving, om mensen te verkrijgen die zich melden bij Scala, om daar hun beklag te gaan doen. De naam Kremer wordt niet in de reportage van TV Noord genoemd. TV Noord brengt alleen de oproep van de advocaat in beeld. In die advertentie is Kremer met een C geschreven in plaats van met een K. Voor zover ik tot nu toe heb gehoord, heb ik al minimaal 4 reacties gehad van mensen die zich gedupeerd voelen door Schokker. Dus er zullen ongetwijfeld in mijn optiek meer mensen zijn. De impact die het op mij gemaakt heeft, die is heel erg groot geweest. Ja, ik heb daar echt heel erg veel last van gehad. Het heeft er goed toegeleid dat mensen zich via de e-mail tot mij gingen richten. Zelfs met de dood ben ik bedreigd daardoor. Het is gewoon een hele vervelende en nare situatie. Schokker doet van deze doodsbedreiging aangifte bij de politie. Als wij RTV Noord om een reactie vragen, krijgen we het volgende te horen. In onze ogen hebben we niks verkeerd gedaan. We hebben wederhoor toegepast. Als meneer Schokker verstandig was geweest, had hij ons uitgebreid te woord gestaan. Zonder dat hij dat niet gedaan heeft.
Een van de verwijten die ik zelf al heb, is dat RTV Noord, en intern hebben zij dat ook wel toegegeven, dat zij het hele verhaal toch zeer eenzijdig belicht hebben. In de studio, de heer Schokker, welkom. Wat vindt u van de reactie van RTV Noord? Ja, verbazing en teleurstellend. Want u hebt niet de gelegenheid gehad om te reageren voordat er berichtgeving was? Nee, toen het s'morgens op de radio verscheen, ben ik van tevoren niet gewaarschuwd. Ze hebben mij niet gevraagd. Dus van alles niks. Toen het smiddags uitgezonden werd, toen hebben ze mij om een reactie gevraagd. Maar toen was eigenlijk het leed was al geleden. Ja. U heeft de advocaat van Kramer heeft u voor de rechter gedaagd, hè? Mede door die oproep die hij gedaan heeft. Hoe is dat afgelopen? Nou, ik heb een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten. En daar is meester Scala inmiddels door veroordeeld en hij heeft een berisping gekregen. Ja, inmiddels heeft de advocaat van Kramer uw advocaat weer gedaagd, geloof ik, hè? Ja, zelfs twee. Hij heeft twee klachten ingediend tegen mijn advocaat, meester Rijpkema van de Haan-advocaten. En heeft u dat verbaasd dat hij dat gedaan heeft? Nou, alles wat tegen hun gebruikt wordt, dat draait 180 graden de andere kant uit. En van slachtoffer word jij de dader. Ja. Het is hoog tijd om Kramer om opheldering te gaan vragen. Kees Kramer woont momenteel bij zijn vriendin in Groningen. Hij heeft net zijn krantje gekocht en heeft geen enkel idee dat hij in de gaten wordt gehouden. Ook niet als onze cameraploeg even later arriveert bij de woning. Het is nu alleen nog zaak om hem naar buiten te krijgen en hem voor onze camera's te laten reageren op vragen over zijn oplichtingspraktijken. Door te doen alsof we voor een nieuwsitem een pand tegenover het huis moeten filmen, wekken we de aandacht van Kramer. Een klein handgebaar is voldoende. Kees Kramer is blijkbaar nieuwsgierig wat onze cameraploeg aan het doen is. Oh, mogen we iets vragen? We zijn even aan het twijfelen. Die zijn namelijk twee panden. En een van de twee staat tegen de vlakte gaan. Weet u toevallig? Weet helemaal niks van. Nee hoor. Want dat zijn beide scholen, of niet? Ja, beide. Maar waarvoor geen opname? Niet voor mij, hè? Oh, sorry. Ja, ik mag voor u wat aan. Ik wil geen opname. Buurbewoners? Geen opname van mij buiten. Oké. Okay. Ja. Ik heb hier een lijstje. Dat moet echt wel dit zijn. Ja, dat is vanavond ook. Ja, het zijn van de Tros televisie. En ik heb hier bijvoorbeeld Vitrus heb ik hier staan. Ja, dat ben ik, ja. Bent u? Dat ben ik, ja. Leg even uit, dat bent u, dat snap ik helemaal. U bent van de Tros op en neer. Dat klopt. Ja. Maar ik wil niks, geen. Ik wil niks zeggen, u moet naar mijn advocaat gaan. Meneer Scala. Meneer Scala, ja. Staan onlangs berispen is door de deken van advocaten. Ja. Ik wil niks, hoor. Absoluut niet, hoor. In de unitbouw zijn er mensen die een aankoop hebben gedaan. Die het zwart op wit hebben, akte van notaris hebben. De units zijn gewoon. Jongens, die zijn verkocht. Ik vind het heel lief van jullie dat jullie hier komen en dat jullie met de smoes komen. Wij weten ook dat u heel graag uw woordje wilt doen. Wij bieden u nu gewoon de kans om uw woordje te doen. We hebben de camera, we hebben alle kans. De mensen hebben het allemaal verkeerd. Ja. Nee hoor. Waar zijn bijvoorbeeld de units gebleven? Pardon? De units, waar zijn die gebleven? Pardon, even moeven jongens. Oh pardon, waar zijn de units gebleven? Moeven. Ik vraag. Waar zijn jullie gebleven? Alle betrokkenen hebben inmiddels aangifte gedaan. En als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, uit welke hoek dan ook, dan melden we die op de website. Ik dank u wel, meneer Schokker, voor de bijdrage die u geleverd heeft. Wilt u ook een uitzending bijwonen? Kijk dan op de website www.opgelicht.nl. En dit was Opgelicht voor vanavond. Bel 0900 674 3542 als u informatie heeft over zaken uit deze uitzending. En als u tips heeft voor nieuwe zaken, dan kunt u mailen naar opgelicht@tros.nl. Voor nu een prettige avond. Volgende week ziet u weer Vermist op deze plek. En wat ons betreft, graag tot over 14 dagen. Zelfde tijd, zelfde zender. Het leukste en beste op tros.nl.